Wat ik meestal doe, ik pak een tissue. Ik ga letterlijk zo op bed zitten. Oh ja. En dan laat ik het er zo uitlopen. En dan zit ik een beetje zo te... En ik zie wel eens mannen met zulke nagels. En ik heb dan wel eens de grap gemaakt van... Nou, ik hoop niet dat jij vanavond een meisje moet vingeren. Want ik zou eerst je nagels maar even verzorgen. Hallo jongens en welkom terug bij weer een nieuwe video. Vandaag weer een nieuwe Girl Code. En vandaag heb ik als gast... Ja, ik ben het, Linda. En ik heb naar jullie geluisterd, jongens. Jullie wilden een 16 plus of een 18 plus versie van Girl Code. En ik dacht, met wie kan ik het beter doen dan met Linda? Ja, en ik voel me dus vet vereerd dat ik deze Girl Code mag. Want sinds jij dit bent gaan doen, ik vind het vet goed dat je het doet. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik kijk niet altijd. Maar het is wel gewoon een hele goede insteek dat je jonge meiden wil helpen en advies wil geven over misschien toch een beetje taboe onderwerpen. Ja, precies. En mijn kijkers, die zijn een beetje klaar met die simpele, van die veilige vragen. Ja, die vooral op, ik denk vooral op jonge meisjes gericht zijn. Ja, maar dat ik snap ook wel dat die vragen voornamelijk ook binnenkomen. Ja, en maar wat zijn voornamelijk de onderwerpen die je dan bijvoorbeeld al hebt besproken? Voornamelijk toch wel ongesteldheid, afscheiding. Dingen over scheren ook? Scheren inderdaad, maar ook gewoon zelfverzekerder voelen. Ja. En soms ook wel over seks, maar wel gewoon de light versie. Vandaag gaan we het echt... Hardcore. Over seks hebben. Dus dat is ook echt zo'n video. Normaal gesproken probeer ik me echt heel erg aan de YouTube-richtlijnen te houden. Vandaag kan het gewoon überhaupt niet. En deze video is wel echt 16 plus, dat wil ik er even bij vertellen. Dus als je nu zo'n naar gevoel krijgt van... En je hoopt dat je moeder niet achterkomt dat je deze video hebt gezien... Ben je waarschijnlijk te jong. Dus ik of heb als je dit kijkt, je mag het alsnog stiekem best wel kijken. Want ik snap dat je het toch wel gaat doen, ook al ben je niet ouder dan 16. Maar weet dan wel dat we het antwoord geven op basis van dat je ouder bent dan 16. Dus als je nu zo jong bent en je denkt... Oh nee, daar ben ik nog helemaal niet aan toe of daar ben ik nog helemaal niet mee bezig. Ja. Wees niet bang, want als je ouder wordt... Dan heb je dat misschien wel. Of juist alsnog niet. Misschien ben je pas 30 als je daar dan behoefte aan hebt. Weet jij veel. Inderdaad. Anyways, wij gaan het vandaag lekker gezellig hebben over verschillende dingen. Ik heb op Instagram gevraagd aan jullie om vragen achter te laten. En ik heb 10 leukste vragen uitgekozen die we vandaag gaan behandelen. En we beginnen meteen heftig. Ik ben zo benieuwd. Ja, want ik zei net tegen Linda, ik weet niet wat voor vragen jij altijd binnenkrijgt, maar voor mij zijn ze best wel heftig. Ja, dan is het wel perfect dat ik er inderdaad bij zit, want ik ben heel wat gewend. Klopt. En het komt allemaal goed, ja. Oké, wat doen jullie als jullie vriend snel klaarkomt en het hele gebeuren binnen 5 minuten klaar is? Oké. Okay. Nou, herken jij deze situatie allereerst? Want ik heb hier geen last van. Ik heb hier ook geen last van. Nee, precies. Oké. Okay. Ik kan dus niet echt vanuit mijn ervaring spreken. Oké. Nee, ik ook niet echt. Maar ik weet wel dat het eigenlijk helemaal niet heel gek is dat als een man ongeveer 5 minuten goed en ritmisch gestimuleerd wordt. Of dat nou dus daadwerkelijk door penetreren is of door aftrekken of door pijpen. Dat 5 minuten is al heel lang dat een jongen het volhoudt. Ja, dus ik denk dat als je het echt daadwerkelijk 5 minuten dus zeg maar echt zou penetreren, dan denk ik dat de gemiddelde man gewoon al klaar komt. Dus eigenlijk zou je van een standje moeten wisselen. Ik denk inderdaad. Sneller, langzamer. Het wisselen van posities, dingen die je kan doen. Dus handwerk, mondwerk, zoals ik het altijd heel netjes noem. Dus zeg maar aftrekken, pijpen en penetreren. Vandaag mogen al die woorden gezegd worden. Ja, want jij bent altijd inderdaad heel netjes, hè? Dan, ja, klopt. Ja. Maar nee, nu mag het gewoon. Dus ik denk dat daarmee afwisselen, dat gewoon heel erg helpt. En dat je dan makkelijk een half uur bezig kan zijn. Ja. En de gemiddelde vrijpartij is ook, is meestal iets van, wat is het nou ook alweer? Ik heb geen idee. Ik denk rond een kwartier. Ja, en dat klinkt zoiets, heel kort, maar dat is echt gemiddeld. Het zou ook 20 minuten kunnen. Maar ik vraag me altijd af of ze dan voorspel meerekenen. Ja, want kijk, eigenlijk moeten we seks even goed definiëren. Heel veel mensen zien seks als daadwerkelijke penetratieseks. Ja. Dus penis in vagina seks. Ja. En dan hebben we het nu even over heterokoppels. Als dat echt seks zou zijn, dan zou dat betekenen dat 2 vrouwen samen geen seks kunnen hebben. Nee, want precies. Er wordt niet gepenetreerd. Precies. En dat 2 mannen samen, als ze geen anale seks hebben, ook vaak geen seks hebben. Maar seks is echt meer dan dat. Seks is eigenlijk alle seksuele handelingen die fijn voelen. Ja. Dus voorspel, alles wat erbij komt kijken, heftig zoenen kan al seks zijn. Ja. Weet je wel? Maar het is toch ook, ik heb wel eens gehoord van seks is eigenlijk, wat jij voor een definitie geeft aan seks, dat is voor jou seks, klaar. Precies, want misschien vind je penetratie wel helemaal niet fijn en werkt dat voor jullie gewoon niet chill. Dan kan je nog genoeg andere dingen doen. En betekent dat dan dat je geen seks hebt met elkaar? Nee, je hebt gewoon seks met elkaar. Ja. Maar het zijn gewoon andere handelingen. Dus ja, maar ik denk dat voor deze situatie, wat zij zei, van mijn vriend komt al binnen 5 minuten klaar.
Ja. Gewoon verschillende dingetjes proberen. En het allemaal een beetje uitstellen. En als je merkt dat hij... Als hij merkt dat hij snel klaar komt, dan gaat hij weer even wat bij jou doen bijvoorbeeld. En dan kan hij weer even rusten. Ja, zoiets. Nee, dat is ook zo. Maar je hebt toch ook verschillende... hoe heet dat? Niet echt speeltjes, maar je hebt toch ook van die... Ja, volgens mij helpt een kokring er ook tegen, toch? Een kokring zorgt er inderdaad voor dat een man minder snel klaar komt. Ja. Ja. Maar je hebt ook condooms die het uitstellen. Ja, volgens mij ook. Ik weet niet of dat een fabeltje is of dat het echt werkt. Het werkt. Ja? Echt? Ja. Oh, oké. Okay. Dus dat er... Tenminste, ik heb zelf dan... geen piemel, maar ik heb gehoord dat het werkt. Oké, okay. Ja. Dus zijn ze dan wat dikker of zo, die condooms? Nee, er zit, zeg maar... Hoe ik het zie, er zit een soort van een glijmiddelachtig iets aan de binnenkant van een condoom. Mm. Die het wat verdooft. Oh, wow, dat wist ik helemaal niet. Wow, jij leert mij ook dingen. Wow. Cool. Oké, volgende vraag. Wat voor standjes gebruiken lesbische vrouwen? Misschien een beetje te heftig, maar ik ben benieuwd. Dat is eigenlijk wel heel leuk, want je hebt laatst een hele video erover gemaakt, toch? Ja, en ik kan hier ook nog wel een paar tips hiervoor geven. Maar ik heb inderdaad toevallig laatst een video gemaakt over lesbische seks en SOA's. Want ook als je als twee vrouwen seks hebt, moet je zeker rekening houden met het risico op SOA's. Oh, inderdaad. Ja, want het wordt nooit uitgelegd bij seksuele voorlichting. En er wordt al helemaal niet uitgelegd bij seksuele voorlichting hoe je daadwerkelijk seks moet hebben met een andere vrouw als vrouw zijnde. Nee, ik zou het eigenlijk ook echt niet weten. Want zou jij je kunnen bedenken wat je kan doen als twee vrouwen, wat voor standjes? Ik zou echt eigenlijk alleen maar aan handwerk en mondwerk denken meteen. Ja. Of inderdaad een vibrator. Ja. Ja, je moet natuurlijk ook altijd aan schade denken. Ja. Maar dat doen vrouwen toch helemaal niet. Nou, dus ik denk dat ik heb gehoord. Dat is inderdaad wat je eigenlijk dan in porno ziet. Ja, maar dat bestaat toch niet in de echte wereld. Ik heb het wel eens gedaan, maar meer... Je kan nooit perfect met zeg maar vulva op vulva komen. Dat je allebei op de juiste manier tegelijk gestimuleerd wordt. Ja, dat kan gewoon. Nee, dat werkt niet. Moeilijk. Maar uiteindelijk komt het er dan een beetje op neer dat je soort van op elkaars benen aan het rijden bent. Dus dan wordt je clitoris wel enigszins gestimuleerd. Maar kan nooit op dezelfde tegelijk met die andere, met je partner. Oh, okay. Maar ik denk eigenlijk dat standjes voor lesbische seks, ik denk dat ik ben zelf heel erg geïnspireerd door porno. Ook al zeg ik nu, neem geen voorbeeld aan porno, maar je kan daardoor wel een beetje een idee krijgen van hoe het kan. Want je kan natuurlijk gewoon elkaar beffen. Je kan een soort van 69 doen. Ja. En je kan ook gewoon zeg maar naast elkaar liggen en... je kan natuurlijk ook zelf gewoon naast elkaar masturberen. Dat is ook hartstikke gezellig. Yes. Maar je kan ook dan je hand... je kan zeg maar dat je gewoon op je rug naast elkaar ligt en jij vingert haar en zij vingert jou. Oh ja, inderdaad. Maar je kan dat ook doen als je op elkaar ligt. En dan kan zij jou vingeren of jij haar of tegelijk. Dus je kan best wel veel doen eigenlijk. Eigenlijk wel. En ik heb bijvoorbeeld als ik seks heb gehad met een vrouw, ik heb nooit 69 gedaan. Maar nu ik daarover nadenk, denk ik dat het echt leuk is om dat te doen met een vrouw. Trouwens, werkt dat wel goed? Dat vraag ik me even af. Ja, dat is... Jawel, dat kan wel. Dat kan wel, vast wel. Ja, dat werkt wel. Dus figure it out. Er zijn genoeg dingen. Laat je fantasie de vrije loop. Ja. En je kan altijd het even googlen. Want er zijn heel veel informatieve websites ook over hoe je als vrouw seks kan hebben met een vrouw. Volgende. Vond jij dit een heftige vraag trouwens? Nee toch? Nee. Maar ik kan wel voorstellen dat mensen daar echt benieuwd naar zijn. En ik heb er zelf ook nooit echt over nagedacht. Dus ik vind het ook wel interessant om te horen. Ja, precies. Oké, hoe kan je verder gaan dan zoenen zonder meteen het bed in te duiken? Ja, en het bed in te duiken, denk ik dan dat ze bedoelt penetratie. Daadwerkelijk, gelijk, helemaal full-on seks. Wat ik vaak deed, is denk ik wel in bed iets, zeg maar, wel zoenen. En dat ging wel door naar meer. Precies, een beetje knuffelen, intiem. En... Ja, intiem knuffelen en alles. En gewoon allemaal leuke dingetjes samen ontdekken. En als het dan op penetratie aankomt en je bent daar nog niet klaar voor... Mm-hmm. Ja, dan is het wel even belangrijk dat je dat goed aangeeft. Maar aan de andere kant hoef je ook weer niet te zwaar te denken over penetratie. Want mensen zijn altijd heel erg over hun ontmaagding. Ja, zo één was ik, hè? Ja, dat je daar heel zwaar over gaat denken. Ja. Dat je er eigenlijk helemaal zenuwachtig... Ik had het zelf ook, hoor. Ja. Ik was helemaal bang en ik durfde niet. En het was echt zo'n nieuw hoofdstuk in je leven, ja, maar het is zoiets... Je moet je ook voorstellen dat het voor een meisje heel kwetsbaar is. Het want is je het ook, ja. Laat iemand toe in jouw lichaam en een man... Voor een man is het daardoor veel minder kwetsbaar dan voor een vrouw. Ja. Dus mannen moeten het wel echt accepteren dat als een vrouw daar nog niet klaar voor is. Want het is echt wel een hele heftige gebeurtenis. Ja, klopt. En het kan echt wel... Voor sommige meisjes is het ook echt heel emotioneel. Ja. Dus ja, hoe kan je verder gaan? Misschien wil ze echt de specifieke handelingen weten. Nou ja, vingeren... Aftrekken. Ja. Ik denk dat het heel snel begint met... handwerk. Ik denk, ja, dus in een hetero koppel dat een jongen... zijn hand in haar broek doet. Of zij doet
haar hand in zijn broek. Ja. Want ik denk dat dat het makkelijkste is. En dan hoef je nog niet eens per se je broek uit te doen. Maar gewoon precies. Een beetje voelen. Want ik denk dat dat al iets heel spannends is. Om je broek voor het eerst bij elkaar uit te doen. Of ja, dat die jongen aan haar borsten gaat voelen. Oh ja, dat is ook nog wel een goede eerste stap. En ik denk ook echt, borsten zijn echt heel belangrijk. Tenminste, ik vind het heel fijn als mijn tepels en borsten worden betrokken in de seks. Ik vind dat echt heel belangrijk. Als je op een gegeven moment elkaar ook goed kent in een relatie, dan weet je ook heel goed wat elkaars fijne plekjes zijn en zo. Ja. En voor mij zijn echt mijn borsten al zodanig gevoelig dat ik daar al helemaal van kan genieten, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat ook een hele fijne eerste stap is. Ja. En ja, denk gewoon altijd even goed na van, vind ik dit wel chill? En vindt diegene het chill waar ik het bij doe? Hoe kun je ervoor zorgen dat je jezelf en je partner niet baseert tijdens de seks als je lange nagels hebt? Nou meid, jij hebt lange nagels, dus vertel het eens. Want hoe vinger jij jezelf? Ik moet zeggen, net als met tampon inbrengen of zo. Oh. Dit voel je echt niet. Nee? Nee, maar voel maar. Het is ook gewoon best wel bot. Oh ja. Ja, het is wel bot, het is niet scherp. Oké. Maar toch? Ja, ik weet niet. Kijk, ik heb lange nagels al sinds de middelbare school. Oké, dus je weet al een beetje hoe ermee om te gaan. Ik weet niet hoe ik moet functioneren als ik geen nagels heb. Oké, ja. Ik heb ook een tijd... Dit is nog scherper. Wat jij hebt is gewoon letterlijk nog scherper. Ja, dat zou wel kunnen inderdaad. Ja, dit is ook wel een beetje nu onverzorgd. Ik had vroeger ook altijd lange nagels en dat vond ik dan wel heel vervelend met een tampon inbrengen. Want dan waren die nagels wel een beetje slap ook. En dat was dan heel onhandig. Mm-hmm. Maar ik zou bijvoorbeeld met zulke lange nagels best wel bang zijn dat je er inderdaad iemand bezeert of zo. Ja, en ik snap dat ook wel. En ik ben daar ook wel eens bang voor geweest. Maar juist door wat ik zeg, ik ben zo gewend. Je leert er zo mee omgaan. Je leert er wel mee omgaan. En je pakt niet zo iets, zeg maar. Nee. Maar je gaat wel gewoon... Ja, je houdt je nagels erbuiten gewoon. Oh, oké, dat kan zo wel. Ja. Niet zeg maar erin drukken. Nee. Ik snap het wel. En wat ik nog wel... Oh ja, wat ik wel... Ik maak wel eens een grapje als ik mannen zie met lange nagels. Of die hun nagels niet verzorgen. Oh, horror! Maar als mannen dan vet ruw gaan lopen vingeren bijvoorbeeld. Oh, en echt ja. met hun vingers erin gaan zonder dat ze hun... Oh. Want mannen die veilen hun nagels ook niet. En die hebben dan nog allemaal haakjes eraan en zo. Dus dat is super scherp. En ik zie wel eens mannen met zulke nagels. En ik heb dan wel eens de grap gemaakt van... Nou, ik hoop niet dat jij vanavond een meisje moet vingeren. Want ik zou eerst je nagels maar even verzorgen. Maar... Ja, dus ik vind vooral voor mannen wel fijn als ze een beetje verzorgde nagels hebben. Absoluut, want ik denk oprecht dat een vagina eigenlijk daar nog gevoeliger is dan een penis. Maar dat weet ik natuurlijk niet. Maar je moet natuurlijk wel uitkijken als je een condoom gebruikt en lange nagels hebt. Oh, ja. Dat je scheurtjes kan maken in een condoom. Heel goed. Dus jij zou niet zo snel een condoom omdoen. Nee. Nee. Dus ja, oké. Inderdaad. Nou, ik vond het wel een hele goede vraag. Ja, ik ook. Ja. Gewoon je nagels er niet insteken. Ja. Wat als je een vriendje hebt, maar ook seks wilt met andere jongens om te experimenteren? Hmm. Oh! Ja, nou wat zei... Ja, heb jij dat gevoel ooit gehad? Dat je denkt, ik wil met andere jongens? Nou ja, we hebben nog zo straks over gehad dat ik echt super monogaam ben. En dat ja. ik helemaal geen behoefte heb aan anderen. Maar jij hebt natuurlijk sinds een half jaar iets langer ook een relatie. En jij gaf zelf ook aan dat je eigenlijk heel monogaam bent. Ja, maar ik vind dat gevoel van in een relatie zitten... Ik weet natuurlijk niet hoe oud zij is. Ik ook niet. Maar, ik heb geen idee. Ik wil wel even zeggen dat het best wel een logisch of normaal gevoel is... Dat je een soort behoefte voelt om met andere jongens te experimenteren. Ja. Of misschien wil je wel met andere meisjes experimenteren. Kijk, het allerbelangrijkste is dat je het even met elkaar bespreekt. Want je kan het niet zomaar stiekem gaan doen. Nee, dat is gewoon liegen, bedriegen en dat is voor niemand gezond. Precies. Dus weet wel dat dit, zeg maar, dat gevoel, die behoefte die jij nu voelt, dat het helemaal niet erg is. Maar ja, je moet het wel met elkaar bespreken. Ja, want ik kan me voorstellen dat als iemand in een relatie zit en die denkt, die heeft een knappe buurman of zo. En die denkt, misschien zou ik dat... En dat hij zich misschien wel schuldig gaat voelen dat hij überhaupt dat soort gedachten heeft. Maar kijk, het is altijd zo. Ik heb dus nu ook een relatie. En stel, ik vind jou bijvoorbeeld ineens heel interessant of zo. Dat betekent niet ineens dat ik mijn vriend minder leuk vind. Nee. Weet je wel? Dus ik denk dat je dat even moet beseffen. Dat helemaal niet erg is. Maar bespreek het met elkaar. En open communicatie is zo belangrijk. Maar ik kan me voorstellen dat je dan misschien bang bent dat hij boos wordt. Maar dan ben je in ieder geval eerlijk geweest. Ja. Wat je vaak ook met fantasieën hebt. Op het moment dat je het hebt gedaan, is het al...
minder interessant of zo. Soms zeggen ze een fantasie. Dus misschien is dit in dit geval ook misschien een beetje een fantasie. Soms is het beter als het ook een fantasie blijft. Maar dan heb je het wel besproken met je partner. En misschien is dat ook wel genoeg voor je. Precies, dat denk ik ook. Want dan gaat het spannender er misschien ook een beetje vanaf. En ja, dan hoeft het ook niet eens meer per se. Maar ik zou sowieso erover praten. Ja, en het is belangrijk om dan ook in je achterhoofd te houden van... In zulke soort situaties heb je met je vriendje echt een liefdesband. Ja. En misschien met die mensen waar je mee wil experimenteren gaat het puur en alleen om lust... Ja. En komt er geen gevoel bij kijken. Ja. Dus ja, het is zeker een mogelijkheid. Dat kan je zeker doen als een soort open relatie of zo. Maar dat moet je zeker wel bespreken. Wat kan je doen tegen... Dit is echt een heel... Wacht even, een warrige zin. Oké. Wat kan je doen? Na de vrijpartij komt altijd de sperma er meteen terug uit. En het is zo niet leuk. Dus sperma hier wilde ik het ook over hebben. Als dus een jongen in je klaarkomt. Ja, precies. Dus wat kan je er tegen doen? Nou... Wat ik ga precies mijn verhaal. Ja, want jij hebt dus al, dat vertelde jij. We hebben op mijn kanaal een video gemaakt eerder al over anticonceptie. En daar vertelde jij dat jij dus in jouw relatie altijd seks hebt met condoom. Omdat je niet zwanger wil worden. Dus ik heb dat probleem niet. Nee. Opgelost. En, ja, precies. Dus wat inderdaad, stel je vindt dat echt heel, heel vervelend. Gebruik gewoon een condoom. Want dan komt de jongen klaar in een condoom en niet in jou. Precies. Nou, ik heb zelf persoonlijk... soms komt mijn vriend wel in mij klaar, soms niet. Soms heb ik daar namelijk geen zin in. Als het dan in, bijvoorbeeld 's avonds heb ik het liever niet. Want dan moeten we daarna gaan slapen. En dan moet het er echt uit laten lopen eerst. Dus je moet echt minimaal wel even 5 minuten op de wc zitten... om het er goed uit te laten lekken. Wat ik meestal doe, ik pak een tissue. Ik ga letterlijk zo op bed zitten. Oh ja! En dan laat ik het er zo uitlopen. En dan zit ik een beetje zo te... Oh, en dan zegt mijn vriend echt... Linda, wat ben je nou aan het doen? Lekker een naspel zo. Maar ik zit dan gewoon heel droog zo te kijken van... Oké, ja, het loopt eruit, het loopt eruit. Maar het is echt... Ik wilde het daar al een keertje over hebben. Want het is zo verschrikkelijk als een jongen in je klaarkomt... en het loopt er daarna weer uit. Je kan er letterlijk niks tegen doen. Het moet er ook uit. Ja. Mijn tip is gewoon... Pak gelijk een tissue en hou er tegenaan en ren dan naar de wc. Ik heb het liefst eigenlijk dat hij dan in mijn mond klaarkomt. Of dat gewoon op ergens op. Ergens. Dat, op zijn buik of zo, dat je het gewoon weer kan wegvegen. Precies. Maar ja, soms dan is het, weet je, er zijn gewoon verschillende manieren wat voor een jongen lekker is. Dus soms vind ik dat ook wel chill. Maar dan, als het in de ochtend is bijvoorbeeld, dan vind ik het prima. Want dan kan ik daarna gelijk gaan douchen. Dat is voor mij, eigenlijk vind ik dat de tip. Want... Ik vind het ook belangrijk dat een jongen het even vraagt of jij het oké vindt dat hij in jou klaarkomt. Precies. Want het is niet een standaard iets wat hij hoeft te doen. Hè? Als jij dat niet chill vindt, dan kan je gewoon zeggen, sorry, maar kom maar gewoon op mij klaar in plaats van in mij. Ja, dat kan je gewoon zeggen inderdaad. Wat doe je als je verliefd bent op 2 personen? Dit is niet zo'n heftige vraag in dit rijtje, maar ik denk... Nee, maar ik zou er zelf niet echt een antwoord op kunnen geven, denk ik. Oh. Ja, ik vind dat dus ook lastig, want het is mij ook nooit gebeurd. Maar weet in ieder geval dat, ik denk dat het juist een heel leuk iets zou kunnen zijn als je het wel gewoon eerlijk aan allebei vertelt. Ja. Dat je misschien zegt tegen de een van, ik ben ook nog met iemand anders aan het daten. Kijk gewoon hoe ze erop reageren. Misschien. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dat echt niet kunnen begrijpen. Of dat die 2 mensen zullen zeggen, je moet een keuze maken. Ja. Dat lijkt me echt erg. Stel, je bent op hun allebei even verliefd. Ja, maar zijn ze ook verliefd op jou? En ja, dat moet je Er zijn heel veel dingen die een rol spelen in dit geval. Inderdaad, zijn ze ook verliefd op jou? En hoe reageren ze dan op het feit dat je op 2 mensen verliefd bent? Want heel veel mensen zullen zeggen, ja, maar als je verliefd op mij zou zijn, zou je op niemand anders verliefd kunnen worden? Ja, maar dat kan dus wel. Het is wel oprecht gewoon fysiek gezien mogelijk dat je verliefd bent op 2 personen. Dus maak je daar geen zorgen om. Hoe kan je niet awkward over seks praten met je ouders? We zijn het thuis niet gewend. Nou, vooral... Hoe was het bij jou thuis? Je hoeft niet per se over seks te praten met je ouders, hè? Nee, ik heb het ook nooit met mijn ouders over gehad. Ja, nu wel. Maar nu ben ik gewoon eigenlijk een volwassen vrouw van 24. Dus ik zeg gewoon tegen mijn moeder... Yo, mam, toen ik nog vrijgezel was... zei ik wel eens wat voor wilde seksdingen ik had meegemaakt, zeg maar. Met mijn vader bespreek ik dat natuurlijk ook niet. Maar wel met mijn moeder. En ik vind dat dan wel fijn om wat dingen met haar daarover te hebben. Maar het hoeft niet. Nee, je hoeft het niet met je ouders over seks te hebben. Ja, behalve als je misschien vragen hebt of zo... Maar ja, je kan ook heel veel op internet vinden. Je hoeft je niet verplicht te voelen. Of met vrienden inderdaad. Ja. Of op YouTube. Ja, dus kijk vooral mijn video's. met alles over seks. Ja, klopt. Nee, maar ik denk, je hoeft niet dat awkward gesprek te voeren met je ouders. Vooral als je jong bent, is dat ook heel awkward. Ja. Dus weet je, ik denk dat je wel als meisje heel veel met je moeder kan bespreken. Ja. Moeders snappen gewoon die meisjesonzekerheid. Ja, klopt. Want
je moeder is ook een meisje. Maar hoe zou je zo'n gesprek beginnen? Zoals jij zei, je hebt er niet echt met je ouders over gehad vroeger. Nee. Wel over ongesteldheid en zo en dat soort dingen. Maar, ja, ongesteldheid. Maar toen ik net ontmaagd was bijvoorbeeld, dat ik voor het eerst seks had gehad, ja, ik dacht, ja, hoeven mijn ouders niet te weten. Nou, bij mij was het zo, mijn moeder, ik was al, 16, 17. En mijn moeder die vroeg wel eens van, ben je ontmaagd? En het was altijd nee, totdat er een ja kwam. En toen was het, oké, klaar. Ja. Maar hoe had ik het kunnen aanpakken? Ik denk dat ik inderdaad, ik zou het niet in een woonkamer doen waarbij mijn vader en mijn broer erbij zou zitten. Ik zou waarschijnlijk mijn moeder naar mijn kamer hadden meegenomen en dan gezegd, mam, ik wil je even iets vragen. Ik zit erover na te denken om misschien met die en die, weet ik veel, met wie of met mijn vriendje naar bed te gaan. En ik heb deze vragen, of heb jij advies, of wat denk jij erover? Als je bijvoorbeeld heel bang bent, het is altijd fijn om daar gewoon even met iemand over te kunnen praten. Ja. Want dan kun je het een beetje relativeren of zo. Want wat diegene ook zei in de vraag, wij zijn er thuis niet gewend. Ik weet ook niet of je echt aan kan wennen om met je ouders over seks te praten. Nee, want het blijft altijd een beetje ongemakkelijk. Ja, het blijft altijd ongemakkelijk en het is altijd even een dingetje. Even een gevoelig onderwerp of zo. Ja. Dus het is altijd wel even. En ik kan hier heel moeilijk over meepraten, want ik ben zo extreem open dat ik letterlijk tegen mijn moeder had, zeg maar een jaar geleden, zei ik gewoon, nou mam, ik heb vorige week een trio gehad, weet je wel. Yeah. Dat kan ik gewoon tegen haar zeggen, gewoon puur omdat dat een soort van bij mij hoort. En iemand heel internet weet het ook, weet je wel. Het zou eigenlijk gek zijn als je moeder het niet zou weten. Precies. Ik zou een keer willen experimenteren met een meisje, maar ik ben wel gewoon hetero. Is dit dan raar? Nee, absoluut niet raar. Echt het meest normale ever. Echt, absoluut. En je kan nog steeds gewoon helemaal hetero zijn. Maar ik zou, tenminste hoe ik hetero en biseksueel of homo definieer is, als je verliefd kan worden op hetzelfde geslacht. Ja, maar dat is zeg maar hoe ik het meer zie. Dat snap ik. Uiteindelijk is een seksuele identiteit of een seksuele geaardheid uiteindelijk gewoon wat je er zelf van maakt. Ja, dat is waar. Kijk, want ik heb nu een hetero relatie. Ik heb een relatie met een man. Maar ik weet wel dat ik biseksueel ben inderdaad, omdat ik weet dat ik verliefd kan worden op een vrouw. Precies. Maar ik kan nu ook zeggen, nu heb ik een relatie met een man, dus ik vind mezelf nu gewoon hetero. Dat kan ook. Ja, dat zou je ook kunnen zeggen. Het gaat er puur om hoe jij jezelf identificeert. Dus maar ik denk dat het een goede maatstaf is. Dus je kan zeggen, ik zou wel verliefd kunnen worden op een meisje, dus ik ben biseksueel. Yeah. Of ik ben verliefd geworden op een meisje, dus nu noem ik mezelf biseksueel. Maar ik denk dat het belangrijk is om te weten dat seksualiteit heel vloeiend is. Ja, zeker. Dus dat je het ene jaar kan zeggen, ik val eigenlijk alleen op vrouwen. Het andere jaar, ik val eigenlijk alleen op mannen. En het jaar daarna weer van, ik val eigenlijk wel op allebei. En dat daar, hoe ouder je wordt, je blijft het maar ontdekken. Je kan misschien op je 50ste ineens er pas achter komen dat je toch misschien op mannen valt. Ja. Of op vrouwen, of op wie dan ook. En als je nu hetero bent en je wil experimenteren met een meisje, dan kan je ook denken, ik noem mezelf even lekker biseksueel. Ja. Om het ook makkelijker te maken of zo voor mezelf. En of anders blijf je gewoon lekker hetero. je mag het eigenlijk allemaal zelf bedenken. Doe gewoon lekker waar je jezelf goed bij voelt. En ga lekker experimenteren met een meisje. En blijf alsnog gewoon lekker hetero. Kan allemaal. Ja, ik heb ook wel eens gehoord dat. Want waarom ik zeg maar dat over verliefd zijn had. Want ik heb dus wel eens gehoord dat alle vrouwen in principe biseksueel zouden moeten zijn. Oh. Omdat vrouwen ook van vrouwen opgewonden kunnen worden. En vrouwen die kunnen sowieso van heel veel dingen opgewonden worden door de evolutie van de vrouw. Omdat er zoveel misbruik was gemaakt van de vrouwen. Mm. Dus dat vrouwen veel sneller vochtiger zouden worden daar beneden. Dus opgewonden. Zodat ze minder pijn zouden hebben. Dus daarom werd er gezegd, eigenlijk zijn alle vrouwen ook meteen biseksueel. Maar dan wordt het dus omdat je opgewonden kan worden van een andere vrouw. Ja. En daarom denk ik van, daarom zou ik meer een definitie willen geven als je verliefd kan worden. Op een, ja, snap ik wel. Ik denk dat dat ook het meest gangbare is. Ja, denk het wel. Dus ik heb ook pas gezegd dat ik echt biseksueel ben toen ik inderdaad verliefd werd op een vrouw. Ja. Maar wat jij nu vertelt, ik weet niet zo, ik heb dat nooit gehoord, dus ik weet niet of het waar is. Ik weet het ook niet. Nee. Ik weet ook niet meer waar. Ik heb geen idee. Misschien heb ik het ooit in een artikel gelezen. Oh ja. Oké, we gaan deze video afsluiten met een heftige vraag. En die luidt, hoe moest je in godsnaam iemand pijpen?
I know your struggle, girl. Ik heb je daar geen video altijd over? Ja, nou, ik heb er zelf geen video over. Ik moet dat nog een keertje doen. Want ik vind dat ook echt een video-idee voor jou. Ja, hoe moet je pijpen? Ik ga er een video over maken. Maar ik had deze struggle zo erg in mijn tienerjaren. Ik had geen idee. Ik was al letterlijk aan het nadenken van, oké, maar staat die jongen dan of ligt hij? En hoe, als hij dan ligt, hoe zit ik dan zeg maar zo naast hem of tussen zijn benen in? Hij dan staat, moet ik dan op mijn knieën voor hem zitten of zo? Ik zat daar al over na te denken. Weet je dat ik heb nog nooit zo moeilijk erover nagedacht. Nee, ja, ik denk zo moeilijk over dat soort dingen. Dus ik had echt pijpangst vroeger. Dat wist ik van jou inderdaad. Ja. Oh. Ik heb dat wel eens in video's verteld. Dus inderdaad in een video van BNN Vara, Club Hub. Klopt, heb ik toen daar gezien inderdaad. Ja. Ja, dus dat, weet je, mensen denken dat ik allemaal zo'n heel wild seksbeest ben, maar... Iedereen heeft zijn onzekerheden. Precies, ik had echt onzekerheid erover, want ik was gewoon echt bang dat ik het verkeerd zou doen. Ja. Dus hoe het bij mij goed gekomen. Hoe kan je eigenlijk het verkeerd doen, vraag me dan af. Ja, inderdaad. Ik snap wel dat het eng... Ik vond het vooral een beetje eng en viezig ook misschien. Aha. En ik denk dat net als bij jongens is dat ze dat ook een beetje viezig zouden kunnen vinden om te beffen. Ja, maar als je iemand kent en je weet dat diegene gewoon elke dag keurig netjes doucht... Ja. Dan is er niks aan de hand. Dat is het vooral. Want ik denk hoe ik van mijn pijpangst ben afgekomen... is vanaf het moment dat ik een soort scharrel had... waar ik gewoon regelmatiger seks mee had. Dus ik had hele tijd een beetje wisselende bedpartners. En toen had ik één jongen waar ik wel regelmatiger mee naar bed ging. En die ging ik toen ook echt pijpen. Maar eerder deed ik dat dus nooit bij jongens. We beginnen gewoon voorzichtig. En ik denk ook dat het heel fijn is om aan te geven aan je bedpartner... van ja, ik heb dit eigenlijk nog nooit gedaan. Ja, precies. En ik weet dus niet zo goed hoe het moet... Dus laat me even weten of je chill vindt of niet wat ik doe. Maar ik denk sowieso. Dat als je gewoon rustig begint met alleen maar een beetje likken... en niet helemaal gelijk helemaal deepthroaten. Want dat is zo'n grote misvatting. Vrouwen denken volgens mij altijd dat ze helemaal ver achter in je keel of zo. Maar dat hoeft helemaal niet. En dat is ook echt niet gezond. En dan moet je... Dat kunnen sommige vrouwen alleen maar die dan geen gag reflex hebben. Ja, en je ziet dat ook altijd in porno. Maar zoals je ziet hoe dat in porno gaat, zo hoef je echt niet te pijpen. Dus stel, je krijgt maar zo ongeveer zo'n stukje in je mond. Ja. Zo je, ja, inderdaad. Want dat is niet. Je krijgt gewoon zo'n vertekend beeld over hoe je zou moeten pijpen. Zoals je het dan ziet in porno. En ik denk dat heel erg afschrikt. Maar er zijn ook helemaal geen regels zelf voor hoe je dingen zou moeten doen. Je kan het helemaal zelf voor jezelf bepalen. En als je inderdaad het wel tot achter in je keel wil doen, dan doe je lekker dat. Ja. Als je het niet wil doen, dan doe je dat lekker niet. Ik probeer het soms wel eens te oefenen, maar ik word er heel naar van. En ik denk, nee, laat me zitten, doe je. Het moet wel een beetje leuk zijn. Inderdaad. Voor beide. Zie het inderdaad als iets leuks. Want in het begin dacht ik ook, dat is echt best wel een beetje vies. Maar nu vind ik het oprecht. Echt heel leuk. Ik denk dat ook nog wel een tip zou zijn. Je hoeft ook niet constant zeg maar te pijpen. Maar je kan het heel goed afwisselen met aftrekken. Ja, dat sowieso. Dat vooral. Je dus, want gebruiken. Ik ben heel slecht in dan goed door mijn neus ademen. En dan ben ik weer half buiten adem en zo. Dus ik moet soms gewoon wel even stoppen. Ja, kijk gewoon wat voor jezelf werkt. En in welke positie je het langst kan volhouden. Ja. Of dat je, weet ik veel, geen last van je nek krijgt op je rug. Of je, weet ik veel. Inderdaad, want holy shit, hoe vaak ik last krijg van mijn rug. Omdat ik net een beetje verkeerd. Dan zit ik zeg maar op mijn knieën. En dan een beetje, goed, het gaat soms echt alsof ik een soort van kramp krijg. Ja, het is erg, hè? Ja, maar je moet echt een beetje een positie vinden die voor jou gewoon prettig is. Want er is gewoon, ook wat seks betreft, er is gewoon niet echt een boekje met regels. Nee, met dit is hoe je het zou moeten doen. Je moet het voor jezelf uitvogelen wat jij het prettigst vindt. Wat voelt goed bij mijn partner? En... Ja, en als een man bijvoorbeeld van je verwacht dat je maar altijd dat je hem gaat pijpen, dat is... Ja, je moet het echt doen omdat je het zelf ook leuk en lekker vindt om te doen. Want dan merkt die man dat ook weer, dat jij er zelf ook van geniet. En dat is sowieso een win-win situatie. Precies, dat jij het zelf leuk vindt om te doen en dan geniet hij er ook nog meer van. In plaats van dat hij het gevoel heeft dat jij het alleen maar aan het doen bent omdat hij dat wil. Ja. Dus ik denk dat dat nog het allerbelangrijkste is. Dat je het wel echt doet omdat je het zelf wil. En als je er eerste, weet ik veel, een paar jaar gewoon nog niet aan toe bent om het te doen, doe het lekker niet. Inderdaad. Jongens, heel bedankt voor het kijken van deze video. Check de beschrijving voor het kanaal van Linda. Mocht je dit soort video's heel erg leuk vinden, Linda die neemt geen blad voor haar mond. Die praat openlijk over seks en alles wat erbij hoort. Dus check echt het linkje in de beschrijving. Heel bedankt voor het kijken van deze video. En hopelijk tot de volgende keer. Ja. Doei! Doeg!